Hallo? Mario. Luigi's Mansion? Ja. Ik open hem gelijk daarmee, want het is een klein beetje een, voor mij gewoon een beetje ondergesneeuwd kindje in de Mario games. Omdat het natuurlijk misschien ook wel is, omdat Luigi de hoofdpersoon is, toch altijd een beetje in de schaduw van Mario. Laten we heel eerlijk zijn. Maar het is wel een game die al heel lang bestaat, dus in dit is het derde deel al. En hij is ook gewoon heel erg gaaf. Nou weet je, je hebt mensen die fans zijn van Luigi's Mansion, mensen die niet fans zijn van Luigi's Mansion, zijn mensen die totaal niet kennen. Ik behoor bij de eerste groep, ik ben een groot fan. Dat was een launch game van de GameCube en toen heb ik hem echt kapot gespeeld. Ik heb de game een keer of 10, 15, 20 uitgespeeld. Ik vond het echt fantastisch, het was een lang game. Vervolgens kwam Luigi's Mansion 2 een aantal jaar geleden op de 3DS. Vette game, maar ik vond het niet echt de plek, de 3DS. En nu komt Luigi's Mansion 3 gewoon op de Switch. En man, wat heb ik veel zin in deze game. Want de gameplay van deze game is gewoon echt heel erg uniek. Ja, want voor de mensen die het niet weten, Luigi's Mansion gaat over Luigi die in een mansion van die spookjes moet opzuigen, een beetje Ghostbusters-achtig. Ja. En de hoofdmoot was altijd, je verblindt ze dan eerst met je zaklamp en daarna zuig je ze op met jouw stofzuigertje. Ja, dat poldergust. Met de poldergust. Dat is het. Ja, dat is de gameplay. Je moet altijd zeg maar de tegenovergestelde richting als een spookje gaat, moet je je pookje bewegen. Dus dat is een soort van spel van hoe kan ik hem zo snel mogelijk grijpen. En als je dan een spookje, als je alle spookjes in de kamer hebt opgezogen, dan gaat het lamp, dan gaan de lampen in de kamer aan. Dan heb je de kamer uitgespeeld. Dan kun je verder nog zoeken naar muntjes. Heel veel collectibles is de game ook goed in. Dat doet Luigi's Mansion 3 allemaal ook. Alleen zit je nu in een hotel, dus je hebt veel meer verdiepingen en veel meer kamers. En ten tweede, wat ook heel erg belangrijk is, is dat je veel meer opties hebt met het verslaan van spoken. Dat is waar Luigi's Mansion 3 eigenlijk op voortbord duurt. Het pakt de mechanieken van deel 1 en 2, maar het geeft zeg maar nieuwe opties. Je hebt een UV-licht, waardoor je verschillende geheimen kunt unlocken. Je hebt een soort van, je hebt gewoon letterlijk een toiletontstopper. Er zijn sommige spookjes die hebben een schild, maar die kun je dan niet raken. Dus dan ga je met het toiletontstopper schiet je erop. Die toiletontstopper zuig je dan op, waardoor die zijn schild verliest. En zo krijg je wat meer gelaagde gameplay. Ja, dat is echt het is ontzettend wel fijn. Het is zo sfeervol. Ja, want het is een beetje creepy Halloween-achtig, denk ik, met alle spookjes. Maar, het is blijft Mario. Ja, maar de spookjes, dat vind ik altijd wel grappig. Want de spookjes zijn eigenlijk altijd de hoofdrol van de game. Kijk, elke kamer heeft een thema. En die spookjes die vallen binnen dat thema. Weet je, ik kom in een kamer met allemaal oude wapens, middeleeuwse wapens, dus een oud hotel. En dan kom je binnen en dan zijn er twee spookjes aan het vechten met van die zwaarden, weet je wel. Middeleeuwse spookjes. Ja, dat zie je. Dat is wat ze doen. Ja, dus daar vernieuwt de game sowieso op. Het is aan het voortborduren op het concept natuurlijk van Luigi's Mansion. Wat doet de game nog meer nieuw? Ja, co-op. Co-op. Ik vind heel vaak dat bij Nintendo games zit heel vaak een co-op modus en vaak is het een beetje bij de haren bijgesleept. Of voor het allerkleinste, zoals bij Let's Go, Pokémon Let's Go, weet je wel, dan kan een tweede speler wel meedoen, maar die kan dan niet vangen en die kan eigenlijk niks. Ja, het is een beetje het moderne equivalent van vroeger, dan sloot je de controller van je broertje eigenlijk niet aan, maar dan had hij wel heel erg het idee dat hij iets aan het doen was. Voilà. Het is echt voor de kleintjes die dan min of meer invloed kunnen maken. Ja. Luigi's Mansion 2 is co-op echt onderdeel van de gameplay. Ik me niet mensen afschrikken, het is niet een co-op game, je kan het in je uppie spelen. Ja. Er is een tweede karakter geïntroduceerd, die heet Gooigi. En dat is een slijmerige versie van Luigi. Dat is een gooey Luigi. Precies. Het is een slijmerige versie van Luigi. Okay. Op welk moment in het spel kun jij Gooigi oproepen? Druk je op de knop en dan gaat Luigi in slaap. En dan wordt hij Gooigi. En Gooigi kan bijvoorbeeld door spikes heen lopen. Waardoor je naar plekken kan die je anders niet zou bereiken. Maar bijvoorbeeld ook, je kunt een lift activeren. Er was een lift met zo'n draaiding, die moet je echt omhoog draaien. Dan gaat ondertussen, doet Gooigi dat, dan gaat Luigi de lift in, Gooigi draait hem naar beneden en vervolgens kan Gooigi weer terug naar Luigi. Klassieke co-op puzzel. Klassieke co-op puzzel. Dat doe je in je uppie, maar dat kan een tweede speler ook doen. Maar omdat die co-op gewoon zo door de game verweven zit, voelt het veel minder als met haar erbij gesleept. Het is gewoon echt co-op, weet je. Precies. Ik ga dit gewoon met een vriend op de bank spelen. Het voelt, en dat hadden we net ook al even zo over. Je hebt natuurlijk de Switch, daar kan je dus op je tv co-oppen, maar je kan dus ook gewoon onderweg co-oppen. Dat kan eigenlijk altijd met de Switch. Want de Switch heeft de gedokte versie van de Switch heeft eigenlijk dezelfde functionaliteit als de handheld-modus van de Switch. Als je maar twee controllers of twee keer twee Joy-Cons aansluit, kan het ook gewoon thuis of dan kan het gewoon onderweg in de auto op vakantie naar Frankrijk. Super vet. Dus dat is heeft Gooigi ook een bepaalde aspecten tijdens het vangen van spookjes? Of is hij meer voor het oplossen van puzzels? Dat weet ik niet. Dat was in mijn gameplay. Ja, het is natuurlijk een preview. In mijn gameplay heb ik dat niet meegemaakt. Wel weet ik dat Luigi een hond heeft. Een spookhond. Een dode hond.
Doei. Even Luigi nu. Dat is leuk, die kan ik af en toe inzetten om dingetjes te vinden en zo. Oké, dus er zit wat meer gelaagdheid in. Ja, dat is het vooral. Pak is... gewoon, het is eigenlijk wat niet in altijd. Pak gewoon basis, maar pak een nieuw kwinkslag, geeft het eraan. Dit keer Luigi. En dit keer Luigi. En de UV-lichten. En de, nou, die UV-licht staat voor mij in de 3DS-versie al, maar verschillende opties voor je poldergust. Voor je poldergust. Ja, super veel zin in Luigi Mansion. Heel erg tof. Wanneer komt hij uit? 2019, er is nog geen datum. Dus jammer, dat, hè? Dat is heel jammer. Ik hoop dan op Halloween natuurlijk. Dat is de kant. Nintendo, alsjeblieft. Alsjeblieft, Nintendo, gratis even niks. Hier heb je hem. Wat vies. Wat vies. Halloween, waarschijnlijk dan rond die periode. Dat hopen. Luigi's Mansion 3. Ja, zin in. Jij bent excited. Zeker weten. Nou, we gaan het zien. En zodra de game uit is, sowieso de geschreven preview komt op gamerset.nl. Staat al op gamerset.nl. Staat al op gamerset.nl. Vannacht al getypt. Top. En als de game natuurlijk uit is, kom dan terug bij de vrienden van gamersnet.nl. Want dan hebben we en een videoreviewtje en natuurlijk een geschreven review van Luigi's Mansion 3. Dat zie ik net bij die andere. Leuk. Guitig ventje ben je. Ja? Auw. HR! Met PT.